Mijn naam is Inge van den Broek. Ik woon in het midden van het land en weet sinds 11 jaar dat ik Parkinson heb. Wat betekent bewegen voor jou, Inge? Ja, ik vind het heel belangrijk. Ook om, je gaat je er gewoon heel prettig bij voelen. En ik heb altijd één doel. Ik wil heel graag in de bergen kunnen blijven lopen. Dus dat is ook mijn motivatie als ik me beweeg. Dat ik denk van, dat draagt daaraan bij. Ik doe aan yoga. Doe ik al heel lang eigenlijk. Roeien nog wat. Kanoën of kajakken. En ik wandel graag en fiets graag. Het mooie van yoga is dat ze zeggen van, er is geen goed of fout, alles is goed. Hè? Wat jij doet en wat je kunt is goed. En nu ik die Parkinson heb, ja, dan merk je natuurlijk wel dat ik stijver word. Maar goed, dan kun je dat in ieder geval plek geven. Hè? Dat ik voel van, nou ja, oké, dat is zo. En met yoga kan het alleen maar beter worden, hè? Of het afgeremd worden. Het is een gewone yogales, waar dus iedereen aan meedoet van alle leeftijden en niet speciaal Parkinson. Maar ja, dat hoeft dus ook niet, hè, omdat je het heel individueel eigenlijk op je eigen tempo dingen doet. Van het is jouw grens, is jouw grens, is geen goed of fout. Stop als het niet verder gaat, het is altijd goed. Ja, je wordt er gewoon blij van, hè? En je voelt je gewoon beter na afloop. Je hebt het gevoel dat je aan, ja, weet je, ook aan je ziekte bewust werkt. Hè, dat vind ik ook mooi. En soms vinden mensen zelfs wel eens in de bergen wandelen of dat kajakken super stoer. Maar goed, dat vonden ze eigenlijk voor de Parkinson ook wel. Ja, dus dat zegt misschien meer over hun dan over mij. Begin klein, denk ik. He, stel jezelf niet een te moeilijk en te hoog doel. En ga vooral iets doen wat je leuk vindt. Want als het niet leuk is, dan wordt het toch niks. Althans, zo werkt het voor mij. En weet je, als het leuk is dan, en je wordt er blij van, nou, dan ga je het misschien vanzelf vaker doen.